Yo mensen, een hele goede morgen. Vandaag gaan we beginnen met Euro Truck Simulator 2. We gaan beginnen met een nieuwe carrière, zoals ik jullie heb beloofd op Facebook. Even kijken. Nou, ik heb hier een willekeurig poppetje uitgekozen. De Scania vrachtauto. Daar hebben jullie op gestemd in de poll. Bedrijfslogootje. Bedrijfsnaam zal Pro Farmers Logistiek zijn. Zo, nou, taal Nederlands. Zo, dat is dat. Dan gaan we hem creëren. Slagenassistent over. Voor heb ik namelijk altijd Euro Truck gespeeld. Altijd met foto's en helemaal zoals het hoort, maar ja.
Hey. Ho, rustig maar. Nou, is veilig, heb je dus niks opgenomen.
En mensen, helaas heeft kijk, de microfoon die gaat een beetje kuren. Dus het vorige stukje net is niet opgenomen. In ieder geval de spraak niet. Maar goed, we zijn nu zo lekker bezig. Ik ga dat natuurlijk niet opnieuw doen. We zijn lekker onderweg naar Brussel. Ga lekker verder met de video. Een mooi ritje naar Brussel. Oh, och, de snelle is boeten. God, god, god. Waar lag hier dan? 50. Ja. Goed opletten hier. Ik heb altijd van die idioten erbij, hè? Dus, onderweg naar Brussel. Ik zal binnenkort zal ik ook een stuurtje aanschaffen. Ik heb er al wel één, maar. Die maakt zoveel lawaai. Het scheelt dat ik morgen alweer jarig ben. Dus morgen alweer jarig. Ik heb al aangegeven op de routekaart. Amsterdam, Brussel. Rotterdam, Brussel. Aan de kant, joh. Je koeien. Vrachtwagen vol met koeien. Dus. Het ligt ook niet aan. Dus jongens, vind je dit nou een leuke video? Knal allemaal even die like erop. Abonneer voor meer. We hebben weer veel te hard. Je mag hier maar tappen. Ik zal proberen om eens in de zoveel tijd in mijn nieuwe video te maken en up te loaden. Twee uur en 25 minuten rijden. Dan zijn we alweer in Brussel. Maar toetsenbord, jongen, daar rij je al veel te hard. Natuurlijk zullen we iedere donderdag nog steeds een livestream doen voor Farming. Farming 17. Farming 19 komt er bijna aan. Daar heb ik super veel zin in. En jongens, vind je dit nou leuk? Knal allemaal even die blauwe duimpjes omhoog. Dat zou je al super mee helpen. En natuurlijk abonneren op ons kanaal. Natuurlijk ook. Die links af. Waar voor zit hier? Rotterdam ontdekt. Ik ben bijna fout met de auto achter mij. Ja, mijn excuus. Tot de werk ook nog. Dat is wel tapper hoor. Mooi achteraan. Zo. Dus we hebben Rotterdam ontdekt. Hoe verder je komt natuurlijk, hoe meer je ontdekt. Ik kan niet te hard gaan rijden.
krijgen we weer een boete. Dat willen we natuurlijk niet. We willen natuurlijk onze eerste vrachtauto. Achter de schermen zijn we natuurlijk ook bezig met dingen te maken voor Eurotruck al. Dus dat zal binnenkort zal dat ook zichtbaar worden. Jongens, ik vind het ook heel leuk als je hieronder als je een reactie achterlaat wat je nou van de video vindt. Ook super tof. Ik zag dat we ook een bericht hadden. Geen idee waarover. Misschien wel een bekeuring dat we te hard hebben gereden ofzo. Oh. Hou hem tussen de lijntjes. Hou hem tussen de lijntjes. Ik heb op het moment iets meer tijd om video's op te nemen. Het seizoen is bij ons afgelopen. Moeten we alweer uitvoeren hier? Moment 1.32. Zo. Nou, dat scheelde niet heel veel. Dus, ritje naar Brussel liep bijna verkeerd af. Die tankauto hier. We zijn net bij de grens. Ik speel het moment op 1.32. Een mega update natuurlijk. Calais Duisburg zag ik staan op het bordje. Dus dan zijn we er bijna, jongens. Bijna. Dan moet ik hier recht door. Snelheid 90 km per uur. Vrachtauto's horen natuurlijk op de rechte baan. 34 minuten. Dan zijn we aangekomen in Brussel. Dan hebben we alweer een nieuwe plaats ontdekt. Volgens mij duurt het best wel lang voordat je een eigen vrachtauto kan. Niet erg.
er nu af. Ja, hier eruit. Brussel. Andere vrachtauto's gaan hier er ook af. 200 meter zijn we in Brussel. In ieder geval de uitslag van Brussel. Volvo. Trailer van Volvo. Net achter de spiegel. Zo, zijn we al aangekomen in de stad. Heel veel weggetjes. Brussel. Mag je weer 50 km per uur. Brussel ontdekt. Mooi man. We moeten hier ook rechtsaf. Hey, ga zo. Dikke container achterop. En natuurlijk de auto-accu's. Of nee, de vrachtauto-accu's waren het. Zo. Dan gaan we hier rechtsaf. Nee, die bocht altijd veel te groot, joh. Dan moeten we hier links moeten wel zijn. Ja, meneer Toma. Zo, dan zijn we aangekomen bij Transinet. Zo, even kijken, 40 XP gaan we voor. Stuurt soms best wel snel. Eigenlijk worden we dit ook gewoon zo om zo te doen. En dit is ook de spiegels. Oh, anderen erop. En lossen. Zo. Hij is weer geweldig. 303 minuten. Nou, we krijgen weer flink wat XP. Beginner. Ah, kijk. ADR. Even kijken. Explosieven. Maar we kunnen ook lange afstand doen. Waardevolle vracht. Breekbaar. Ja, dat is even lastig. Ik krijg er wel meer bonus van. Ik denk dat we de lange afstand doen. Toepassen. Even kijken, daar hebben we twee e-mails. Even kijken. Geachte heer mevrouw, we zijn een gecertificeerde verkoper van Scania trucks. Wij bieden een brede selectie van verschillende uitvoeringen en kunnen ook aan speciale wensen tegemoetkomen. Alsjeblieft, bezoek onze showroom in Lille. De trucks waarvan u altijd al gedroomd heeft, staat misschien wel op u te wachten. Met vriendelijk het goed, groet uw Scania truckdealer. Nou, hebben we hier laat nog geen geld voor? Kijk, de bank. Geld nodig? Wij kunnen helpen.
Geachte heer mevrouw, we dachten dat het u misschien leuk vindt om te weten dat we gunstige leningen aanbieden voor nieuwe bedrijven. Heeft u behoefte aan een financiering om uw bedrijf draaiende te houden? We zijn er om te helpen. Zoek uw lokale bank voor meer informatie. Nou goed, we kunnen dus al de eerste lening kunnen we gaan doen. Maar ik denk niet dat we dat al gaan doen. Kijken hoeveel zou je dan kunnen lenen? 100.000. We kunnen natuurlijk even kijken naar de vrachtauto, hoe duur die is. We zoeken de geselecteerde dealer, ja. Kunnen we natuurlijk even kijken wat een vrachtauto kost. 112. Zo. Dat zijn natuurlijk de grotere auto's. 125. Dus 112, 6, 15. Dat zou dan de eerste vrachtauto zijn die wij kunnen kopen. Nou. Mooi zijn natuurlijk. Dus mensen, tot zover de video. We hebben een ritje gedaan van Amsterdam naar Amsterdam. En van Amsterdam naar Brussel. De volgende rit zal ook weer een mooi ritje gaan worden. Mensen, vind je dit nou leuk? Knal allemaal even die blauwe duimpjes omhoog. Abonneer voor meer. Dan hoef je in ieder geval niks meer te missen de komende tijd. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adieu.